Een protte spierballen en vertrokken gezichten. Voor de 15e keer wordt in Snits het Fries kampioenschip bankdrukken houden. Meer dan 40 deelnemers lieten zien wat voor boppenmenselijke krijgen ze ha. Twee opvallende gezichten juster binnen de 34-jarige Oeg Diek van Burgum en de 40-jarige Albert Hoekstra van Wolvegeer. Hoekstra liet wel even wat spierballen zien, maar nog net officieel mee, omdat hij bij een oorboom Powerlifting Holland aansleppen is. Hoekstra is in zijn klasse wereldkampioen powerliften. Een combinatie van bankdrukken, knibbelboegje en wat we hier sjoggen, deadliften. Oeg Diek docht in Snits wel mee, omdat hij lid is van het organiserende Nederlandse powerliftingboom. Hij is in zijn klasse meervoudig Nederlands kampioen bankdrukken. Beide heren presteren op topniveau, maar kennen elkaar net. Ontjuster. Ik zeg nooit dat dat een prestatie van hem is, want hij doet best wereldkampioen. Alleen nog, dat is buurzenbond. Wereldkampioen zoals we. Ik denk dat het dan een grotere prestatie weer, omdat daar toch die controle wel voor op staat. Ben ik het niet mee eens. Het is zo, om een nacht wordt bij deze bond net steeds controleerd. Hun doet maar net zeggen, ik vind de hele prestatie van die, maar doe maar net zeggen, en dat wist u zelf ook wel, bij die bond van US, daar, dat niveau dat leidt heger. Dan kist je iedere, je bent heel volle goede powerlifters, die kist er wat bijhalen. Die kist er wat bijhalen. En die zullen me eigenlijk gaan. En misschien binnen die ook wat bij die band. Wat woont jou nog even zeggen? Nou, kan we even stoppen? Even stoppen. Kut, hap. Dan de organisatie maar even vragen hoe het zit. Nou ja, dat is gewoon algemeen bekend, dat er een bepaalde groep mensen, een groep atleten, die wilden nog meer uithalen wat ze van de natuur bezitten. En dan is het beleid van de Nederlandse krachtsportbond is er helemaal op gericht om de mensen die dus de sport op topniveau beleven, ontdoen, dat die moeten dus aan een bepaalde eisen voldoen. Ik ben zien doping en... Ja, maar Jozef, ik ben zien doping, dan liep het dat krekse af zo der doping broekt worden bij jouw club. Zo komt het er mij over, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben ook tegen doping. Nou ja. Nee, doping ik... Ja, maar dan wie je normaal buursbond. Want waarom bent u dan overstapt naar de Orbonta? Waar ik overgestapt ben? Omdat mijn team overgestapt is naar de NPB. Ja, naar de Doe best een spater op zich, hè? Natuurlijk. Dus doe hier stekelijk een goede buursbond. Waarom ben ik zo goed geworden? Ja, dat weet ik net, want ik hoor die helemaal niet. Door de trainer. Ja. Maar dat haast hetzelfde dingen. Dus ik laat mijn trainer niet in de steek, waar ik zo van aan te denken heb. Dat die dat het belangrijker is, nou, dat, dan ik denk daar al wel zo. Dat zei je dat. Wie verschillen. We letten de heren even stoom aanblazen. Albert Hoekstra baalt behoorlijk van de beschuldigings. Dat stoorde me heel erg, ja. Laat ze dan eerst maar eens met bewijzen komen, als dat zo is. En ik ben dus wel bereid. Ik wil een plasje afgeven, kunnen ze me controleren. Kunnen ze het zien. Maar wie zegt dat hij niet gebruikt? Ik heb net een gesprekje gehad met een man en die zei verder er niks op. Dus nou, dat zegt mij al genoeg. Je zou een haast vieren dat er echt nog op topniveau bankdrukt wordt. Van jong tot oud, in het tiental verschillende klassen. Albert Hoekstra spart al 3 jaar op topniveau. Oeg Diek een periode langer. Ik doe het van over. Zo'n jongen. Ik ben heel wat ontspannen geweest en toen ben ik zo in deze sport kwam. Echt voor ontspanning en zo. En zo ben ik hier maar wat met trok in. Ja, en ja, zij dit er al je uitkwam. Het beest van overgaan! Albert en Oege hadden in alles rekken met haar sport. Diegeliks had het om eten gaat. Ik eet s'morgens gewoon een bakje Brenta en s'morgens tonijn, blikje, met 6 plakken brood. En s'middags 6 plakken brood met een bak kwark. En dan snij ik er nog eens een eitje tussendoor, 10 op een dag. En s'avonds goed warm eten en voor het slapen gaan nog een bak kwark. Dat is ongeveer mijn eten. Nee, aaien en zo, dat krijg ik helemaal niet. Ik krijg mee aan nutten en die vetten. Je daarin zet het, ja, daar hoor ik heel wat van. Oeg Diek wordt in zijn klasse makkelijk kampioen. Met zijn 80 kilo drukt hij 180 kilo omheen. Verhoudingsgewijs de beste prestatie van de hele dag. En tussen Oeg en Albert komt het gelukkig ook nog goed. Hey.